Je hebt twee soorten salamanders: watersalamanders en landsalamanders. In Engelstalige landen heten de watersalamanders newts en de landsalamanders salamanders. Ja, mijn favoriete soorten zijn eigenlijk de vuursalamanders, de landsalamanders, en van de watersalamanders zijn het Ommetato triton Phyticus. Plooien scheppen, dat doe ik vooral in maart, april, mei. Dan zijn er natuurlijk heel weinig vlooien in sloot, maar dat loopt heel mooi synchroon met het aantal larven en de grootte van de larven. Dus eigenlijk komt het perfect uit. In juni, juli, dan zijn de larven bijna volgroeid en dan heb je het maximaal nodig. En dat is zo in de natuur. Het is de natuur, Natuur de France. Ik heb al heel wat filmers hier langs gehad, maar jij bent echt de luister van allemaal. Eigenlijk, jij bent een soort de luis in de pels.